Goedemorgen. De huren voor woningen in de vrije sector zijn fors gestegen. In het laatste kwartaal van 2015 lagen de huren ruim 5% hoger dan een jaar eerder. Een gemiddelde huurwoning kost nu ruim 1300 euro per maand. Volgens huursite Pararius is er een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector en drijft dat de prijzen op. Als je kijkt naar de woningvoorraad in Nederland, dan zie je dat die vrije sector huurwoningen maar 5% van de markt beslaan. Dus op 20 woningen in een straat is daarvan maar één woning in de vrije sector, wat veel te weinig is. Er zijn grote prijsverschillen binnen Nederland. De Randstad is veel duurder dan de rest van het land. Zou je een woning van 100 vierkante meter huren en je berekent dan de gemiddelde huurprijs zonder de Randstad, dan zou je daarvoor betalen ongeveer 950 euro per maand. Neem je echter de Randstad mee in het gemiddelde, dan kom je al snel uit op een huurprijs van 1314 euro per maand. Dat is heel veel meer. En Amsterdam is nog veel duurder. De huurprijzen zijn daar in een jaar tijd met ruim 10% gestegen. Twee keer zo hard als in heel Nederland. Een vrije sector huurwoning kost in Amsterdam nu gemiddeld ruim 2200 euro per maand.